Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in De Koterij. Yes, we doen verder. Vorige week heb ik het gezegd. Deze week doe ik gewoon verder met mijn kweesten naar de ultieme rolmeter. Er zijn al een paar versies aan vooraf gegaan. Ik heb hier gemaakt uit metaal, dan één proberen gieten in aluminium, dan één 3D-print die is gemaakt uit was. Die hebben we vorige week met de verloren wasmethode proberen gieten. En dus deze week doen we verder met de verloren wasmethode. En dat ligt hier klaar. Als je een beetje meer uitleg wilt en je zit nog niet mee met het volledige verhaal, hier staat een link naar de volledige playlist, de volledige rolmeter saga. Wauw, het is super spannend met cliffhangers en een aantal mislukkingen. En we gaan proberen om daar deze week nog een mislukking aan toe te voegen. Dus dit zijn mijn twee wassen vormen die ik vorige week gemaakt heb. Alleen het valt hier al een stuk af. Mijn ontluchtingskanaaltje breekt. Oh my god. Dat voorspelt niet veel goeds. Maar goed, dus een gietuit ontluchtingskanaaltjes. Ik heb mijn bovenkant en mijn onderkant. Dus eigenlijk die twee delen. Ik ga dat nu in gips gieten en dan geduldig zijn en maken dat het volledig uitgedroogd is. Want vorige week heb ik een soort van aluminium vulkaan gehad. En ja, dat is omdat er nog te veel water in de vorm zat. Dus eerst en vooral dit in gips gieten en geduldig wachten. Dat wordt hier al behoorlijk hard, maar zoals ik gezegd had, geduld nu. Dit moet echt een paar dagen drogen. Zo, we zijn ondertussen 2 dagen verder. De plaastermallen hebben 2 dagen gewoon aan de lucht gedroogd. Dit is de ene, de andere zit in de oven en dat wordt nu opgestookt voor een paar uur. Want ondertussen hebben mensen mij heel veel informatie doorgestuurd. Informatie die ik eigenlijk al lang moest gehad hebben, hè, door het zelf op te zoeken, Henk. Maar die plaster moet echt super hard gebakken worden, want er zit veel water in en ook op moleculair niveau en dat moet er allemaal uit. Dat is ook wat er vorige week gebeurd is. Toen ik het gesmolten aluminium erin goot, kwam heel veel water vrij als stoom en dat is dus die gevaarlijke vulkaan geweest. Dat willen we dus niet. Dus daarom, mal 1 zit nu voor een paar uur in de oven. Dan deze erin en hopelijk krijg ik het op tijd klaar. Ik heb ondertussen ook iets in siliconen gegoten. Dat heeft ook 24 uur de tijd gehad om hard te worden. En dat kan ik gebruiken voor iets extra bij die verloren wasmethode. Cool, hè? Een dikke siliconenmat. Wat is nu het plan? Wel, bij die verloren wasmethode wordt heel vaak ook een vacuumpomp gebruikt. Dus dan wordt er eigenlijk gewoon heel hard gezogen aan de onderkant van de plaastermal, waardoor het gesmolten aluminium meer in de details van de mal kruipt. En dat ga ik ook proberen. Op voorbehoud dat er niet te veel barstjes in mijn plaastermallen zitten, want anders is dat gevaarlijk. Maar wat ga ik dus doen? Hier een gat in maken, hieronder een vacuumpomp, dan gaat de mal er bovenop, aluminium erin, en dan wordt alles er mooi ingezogen. Als het veilig is. Goed, en welke vacuumpomp gaan we gebruiken? Ah, deze. Wacht. Deze
deze vacuumpomp hier? Dat is een ventoes, een zuignap systeem waarmee ramenzetters, glazeniers, die grote raam van de vrachtwagen halen. Dus dat, dat zuigt een raam vast en dan kunnen ze dat met een kraan wegzetten. Hier zit een goede vacuumpomp op, dus als we dat kantelen, hebben we, ja, denk ik, iets om aluminium vacuum te trekken. Shit, ik kreeg iets in mij. Wat was dat? Ik heb mijn vacuumpomp, mijn ventoes, mijn zuignap voor ramen, nu mooi horizontaal geplaatst. Daar een plank op. En nu gaan we eens testen of dat die effectief vacuum trekt. Oké, okay. Nu zuigt hem nog niet. Nu zetten we de kraan open. Yep. Waarom zuigt hij niet? Ah, tjie, de plank ligt niet goed. Aha, en nu wel, kijk eens. Perfect. Yes, voilà. Kijk, dat hangt er nu super hard aan, dus dat trekt vacuüm. En nu kan ik dat losmaken. Hopla. En nu komt die los. Yes. En dit is het systeem. Straks komt de gipsmal hierop. Die siliconen mat zorgt ervoor dat alles mooi hermetisch afgesloten wordt. Het vacuüm zuigt. Al de aluminium schoon op zijn plaats. Prachtige rolmeter. Prijzen. Internationale roem voor mij. Yes. Oké, nu kijken naar de mal. Oké, bij nader inzien ga ik het systeem met de vacuumpomp toch niet toepassen, want ik vrees dat mijn mal niet sterk genoeg gaat zijn. Hier vooral van onder. Aan de onderkant is het behoorlijk poreus. En ik ben bang dat ik gewoon met die vacuumpomp die mal ga kapot zuigen en dan al de aluminium in mijn vacuumpomp zit. En dat is ook niet de bedoeling. Ja, het probleem is een klein beetje de blikken die ik er rond gedaan heb als steun. Ze zijn voor een groot stuk gewoon volledig verdwenen. Kijk, dat is zo broos als hout geworden. Echt, dat zijn precies houtsplinters. Ja, dat is natuurlijk omdat die een brander daar... Oké, en zo krijg je dus ook roet in je gezicht. Maar dat is gewoon omdat die een brander daar de hele tijd op gezeten heeft. Kijk, dat desintegreert gewoon volledig. Oké, maar deze mal is al uit de oven, de andere zit erin. En dan hoop ik dat het allemaal uitgedroogd genoeg is. Misschien steek ik er samen er nog een keer in. En ik ga echt zoveel mogelijk proberen uit te drogen. Dus hopelijk krijg ik het klaar voor deze week. Hopelijk. En ik kruis mijn vingers, maar met die dikke handschoenen is dat nogal moeilijk. Maar oké. Oké, terwijl de gipsmallen in de oven zitten, snel een update over de robotschorpioen. Want heel veel mensen vragen, hoe zit het met de robotschorpioen? Goed, maar het ligt eventjes stil. Het probleem is, ik moet nu in mijn beperkte tijd die nog over is in deze drukke weken, moet ik projecten kiezen die snel vooruit gaan. Ik bedoel vooral beeldmatig snel vooruit gaan. Dat er genoeg gebeurt om er een coole video van te maken. Ik zit nu bij de robotschorpioen op een punt waarbij ik vooral veel denkwerk moet doen. Veel moet prutsen, kleine aanpassingen doen. En in beeld is dat gewoon niet interessant. Dus de robotschorpioen, we doen er zeker nog aan verder. Maar ik zit eventjes jammer genoeg in de frigo. Spijtig, maar het komt ooit goed. Voilà, dat wou ik zijn. Amai, ik kan niet praten. Hoe komt dat nu? Yes, de gipsmallen zijn alle twee goed gebakken. Nu zijn ze afgekoeld, worden ze terug voorverwarmd, zodat ze warm genoeg zijn. En dan straks gaat een aluminium erin. En dat voorverwarmen, ja, dat zorgt ervoor dat een aluminium niet schrikt, te snel afkoelt. En ja, goed, dan krijg je normaal gezien een beter resultaat. Ik weet het allemaal niet. Ik probeer ook maar wat dingen. Als we dan toch over de commentaren bezig zijn. Heel veel mensen vroegen in de commentaren, is dat het oventje uit uw show? Ik weet dat ik daar ja antwoord heb, maar eigenlijk
Ja, dat is gelogen. Dit is niet het oventje uit mijn show. Dit is het oventje uit mijn show. Dit is het oventje uit mijn show. Als je niet weet waarover het gaat, ik zal hier ergens een link zetten naar het fragment. Want in mijn vorige show, maker, mijn live show, met een live publiek, wat dat nu niet meer mag. Maar goed, daar had ik het over, een grilloventje dat ik gekocht heb. Wel, dit is het bewuste grilloventje uit Ingelmunster. Check dat fragment. En kijk naar de volledige show. Waarom niet? Hè? Oké, dat was een rustig gietmoment, dus het broebelde niet meer. Maar ik vrees... Ik vrees dat ik te weinig aluminium had voor mijn tweede stuk. Kijk, zie je het? Normaal gezien moet dat tot helemaal van boven gevuld zijn. Maar mijn aluminium was op. Wow, mannetjes. Check dat verschil met vorige week. Oh, nu heb ik zoveel spijt dat er te weinig aluminium was voor de andere mal. Dit is gewoon perfect, man. Oh, wauw. Kijk eens, je ziet mijn logo zelfs. Een beetje. Ik moet zeggen, het overtreft mijn verwachtingen enorm. Daarnet toen ik die mallen zag met die kleine barstjes in, ik zag het niet zo positief in. Ik dacht, dat wordt hier weer een scheet in een fles. Maar vooral hier het kleine stuk, dat is ongelooflijk. Je ziet zelfs de streepjes van de 3D-printer er nog in. Dus dat is fantastisch. In dit stuk is er toch weer iets fout gelopen in de mal. Maar vergeleken met de Tsjernobyl-versie van vorige week, is dit echt... Ja, dat is motiverend op een of andere manier. We zijn er nog niet, hè? Maar ja, ik geef het niet op, denk ik. Dus de grote koterij rolmeter remix challenge loopt nog altijd. Jongens, zolang dat de mijne nog niet klaar is, hebben jullie ook tijd. Ik heb al van een aantal mensen gezien dat ze bezig zijn met een rolmeter. Supercoole dingen bij. Dus vooral stuur mij jullie versies van rolmeters, jullie verbeteringen, jullie personalisering aan jullie rolmeters. Stuur het mij allemaal door via Instagram of andere digitale kanalen. En dan maak ik daar een keer een grote compilatie van hier in de koterij. Maar dit is echt motiverend, echt waar. Ik zat echt op het punt om het op te geven, ik geef dat eerlijk toe. Maar dit is echt toch weer een verbetering. Nu, ik ben wel een klein beetje aan het plafond van de mogelijkheden met mijn DIY-toepassing. Dus ik denk dat ik wel misschien wat ander materiaal zal moeten kopen. Andere plaaster die minder barst als hij opgewarmd wordt. En ik denk ook de manier van opwarmen in mijn smeltoven, dat is niet ideaal. Dat is nogal bruut en die plaaster kan er niet zo goed tegen. Denk ik. Dus ik moet eerlijk toegeven, ja, ik heb zitten kijken naar een keramische bakoven. En ik moet eerlijk toegeven dat ik dan dacht, amai, dat is wel duur om af en toe eens aluminium te smelten. En dan, ja, dat geef ik toe dat ik dan beginnen kijken ben naar DIY bouwplannen van keramische bakovens. Dus dat is een dingetje dat erbij gekomen is op mijn lijstje van dingen die ik wil maken. Een keramische bakoven. Oké, ik ga nu nog eventjes hier een beetje aan opkuisen. Eens kijken of dat ik het al min of meer samen krijg voor de thumbnail. Als je nog niet genoeg hebt van mijn gekwetter, want ja, het is weer een heel lange aflevering geworden. Ik zat deze week in Welcome to the EA met Alex Agnew en Andries. Ik zet hier ergens een link. Kijk er naar een uur en een half chaotisch gezever. Maar we hebben ons heel hard geamuseerd. Voilà, en ik ga je nu nog een klein beetje verder opkuisen. Maar ik hoop alvast dat jullie het leuk vonden. En abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Tot volgende week, hey!